ik ben onbevlekt ontvangen. Ik ben een soort van Maria. Want hieronder zit een heel speciaal kindje. Namelijk mijn eitje. Ik die even laten zien. Zo ligt hij erin. Hier zit het temperatuurmetertje. Nu gaat het lampje vanzelf aan door dit bimetaaltje. Dat schakelt aan. Omdat omdat het nu te koud is. En daar zitten luchtgaatjes. En hier hangt hij in het netje. En dan zit dit tegen mijn navel aan. In het begin van de 21 dagen, want ik ben nu op de 20ste dag. Toen deden ze het niet. Was het, de temperatuurschakelaar was een soort van kapot. En toen heeft hij op mijn eigen temperatuur 7 dagen lang is hij toch in leven gebleven. Heb ik hem in leven gehouden met mijn eigen lichaamstemperatuur. Ik denk dat hij leeft. Dit is de luchtzak. En daar zie je alle adertjes. Maar ik mag niet te lang, want dan verbrandt hij. Ja. Maar hij is dus helemaal donker. Zie je? Zo, dit is hem. Dit? Ja. Mijn kip wordt waarschijnlijk een psychologisch gefrustreerde, dominante kip. Omdat hij in zijn eentje is en door een mens wordt opgevoed. 5, 6 maanden gaat hij, nou weet ik het niet zeker meer, gaat hij pas eieren leggen. Dus dat duurt heel lang. Dus het lijkt me wel te gek, want ik ben echt heel erg gek op eieren. Het liefst eet ik elke dag een gekookt eitje. Wij zijn het grootste exportland van eendagskuikens. Als ze niet uit het ei zelf komen, dan zijn ze te zwak om deze wereld aan te kunnen. Dus dan moet ik ze gewoon... Oh, dat lijkt me zo moeilijk. Dan moet je hem gewoon laten doodgaan. Ja, wat gaat er allemaal gebeuren, hè, zo direct? Ik weet het niet. Ik weet ook niet of hij dan 's nachts makkelijk slaapt. Of dat hij me de hele tijd wakker houdt. Of dat ik hem dan op mijn slaapkamer moet nemen. Of dat ik erop ga staan. Ik hou eigenlijk van het amateurisme. En ik zou graag ook de kenners willen verrassen. Dus stel dat dit lukt... En de kenners, want een fokker is natuurlijk weer wel een kenner, die zegt dat kan niet en dat het dan toch kan. Dat vind ik echt dat vind ik heel mooi om dat na te streven in kunstprojecten. Vind je dat lekker? Dat vind je wel lekker, hè? Ja, een massage.